Zo langzamerhand kun je verschrikkelijk veel verschillende zoutjes op kookse.tv vinden. Niet gek, want het is de ideale borrelsnack. Hier laten we zien hoe je kaasvlinders moet maken. Maar je zou ook bijvoorbeeld de kaas weg kunnen laten en de zongebroken tomaten opdoen of pesto. Hier gebruik ik een half pak bladerdeeg. Eerst bestuif ik een oppervlakte met bloem en dan rol ik dat uit tot een plak van ongeveer 5 mm, 3 tot 5 mm. Moet in ieder geval een lengte hebben van 35 centimeter. Dan bestrooi ik die royaal met kaas. Ik gebruik emmentaler, maar je zou ook belegen kaas kunnen gebruiken. En dan rol ik die tot de helft op. En vervolgens doe ik de andere zijde en die rol ik er strak tegenaan. Dan smeer ik de naad in met het losgeklopte ei. Zorg ervoor dat die dadelijk een beetje blijft plakken. Dan laat ik dat een half uur in de koelkast opstijven. Dan snij ik er plakken van ongeveer 5 tot 10 mm, dus een centimeter. En dan leg ik ze op een bakplaat, ongeveer 2 centimeter uit elkaar. En dan bak ik de kaasvlinders gedurende 10 tot 12 minuten af op 200 graden.